In de vroege ochtend van vrijdag 6 oktober 1995 verlaat Nicole van den Hurk rond 5 uur het huis van haar oma, waar ze logeert aan de Van de Helstraat in Eindhoven. Sinds 3 weken heeft ze een bijbaantje in de bakkerij van de dan nog bestaande Kommar supermarkt in het Eindhovense winkelcentrum Woensel. Omdat ze daar die ochtend niet aankomt, belt haar chef om te vragen waar ze blijft. Nog diezelfde dag wordt een zoekactie op touw gezet en vindt de politie 's avonds de fiets van het meisje in het riviertje de Dommel, in de buurt van het wasvindpad en de waterzuivering in Eindhoven. Door de vondst van de fiets wordt uitgegaan van een misdrijf en de technische recherche voert een uitgebreid sporenonderzoek uit. Politiemensen zoeken de oevers van de Dommel af en duikers van de brandweer het riviertje zelf. Aangrenzende natuur- en wandelgebieden worden door een ME-peloton uitgekamd. Maar nergens een spoor van het 15-jarige meisje. De ongerustheid over haar lot neemt 2 weken later, op 19 oktober 1995, nog verder toe na de vondst van het kleine zwarte rugtasje van Nicole bij het fietspad aan het Eindhovens kanaal, achter het DAF-terrein. Na ruim 6 weken vermissing komt er eindelijk duidelijkheid wanneer een wandelaar op woensdag 22 november 1995 in de bossen tussen Mierlo en Lierop bij toeval het lichaam van Nicole vindt. Ze ligt verstopt onder een hoop sprokkelhout en coniferentakken en is met geweld om het leven gebracht. 16 jaar lang is de moord op Nicole in de belangstelling gebleven, maar in al die jaren is er niemand voor veroordeeld. Sinds de opgraving van het lichaam van Nicole is de zaak weer in het nieuws. Het lichaam is overgebracht naar het NIV voor nieuw onderzoek. En we doen dit natuurlijk allemaal omdat de huidige opsporingstechnieken sterk verbeterd zijn in vergelijking met die van toen. En we denken dan ook nieuwe inzichten te kunnen verkrijgen in bijvoorbeeld de vraag hoe Nicole om het leven is gebracht, maar ook door wie. Op destijds al door de politie vastgesteld materiaal is met de huidige nieuwe technieken DNA gevonden. De politie gaat er nu vanuit dat dat DNA van de dader of daders is. En nou zijn er nog wel meer ontwikkelingen geweest, zoals de aanhouding in maart van dit jaar van de stiefbroer van Nicole in Engeland. Hij blijft verdachte, maar op dit moment houden we in het onderzoek nog alle scenario's open. Het is vrijwel zeker dat er mensen zijn die meer weten. Misschien dat ze na al die jaren nu toch zover zijn dat ze erover kunnen of durven te praten. Misschien wel omdat ze last hebben van hun geweten. €15.000 is er uitgeloofd voor de tips die leiden tot de oplossing van de gewelddadige dood van Nicole van den Hurk. Bel met de tiplijn 0800 60 70. Of als u met iemand wil spreken van de criminele inlichtingeneenheid 079 345 8999.